Voor de goal, voor de goal. Ja. Straffen. Nee, je moet nog harder. Ja, goed, hè? Zo, pauken. Ja! Oeh, zonde. Staan Fem, staan Fem. Lange. Ja, Veerle, kom op! Voor jou! Oh, jammer, zonde! Thank you.
geloof gewoon in jezelf en meiden. En sommige meiden waren best wel zenuwachtig voor deze wedstrijd. Terwijl je 5 punten voor staat. En maar als je ziet meiden, over 4 keer 17,5 minuten zijn we zo dik, vet, terecht kampioen. Ik denk dat we 3 corners hebben weggegeven. Voor de rest geen enkele kans. Ik vind dat Anna eigenlijk koud heeft. Ja. En voor de rest meiden, we moeten gewoon keihard blijven knokken. We zien hoe beter we zijn geworden. En als we nou echt al die mooie kansen eens gaan benutten. De corners nog beter gaan doen. Dan gaan we straks ook op de ene hoogste klasse in de C-jeugd. Gaan we echt een heel goed tweede helft van het seizoen maken. Ik denk dat ik namens Danielle en mij en Marieke mag spreken dat wij super trots zijn dat wij jullie mogen begeleiden. En dat jullie echt zo eager zijn om beter te willen worden. En natuurlijk gaan er nog heel veel dingetjes kunnen beter. Maar wij zijn enorm trots op jullie dat jullie dit nu al bereikt hebben. En we gaan er nog een heel lang en mooi seizoen van maken. Yes. High five! High five! High five! High five! Hop, 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 hop. Ja, ik kom nog terug hoor! Vertel hem maar, wat gebeurde er? Tim en die ging erin, dus... Toen flatste ik hem erin, hoog. Mooi. En nou, wat voor de rest nog iets te vertellen over dit seizoen? Over de meiden, over de coach? Nou, dat staan hier heel goed, denk ik, hè? En dat we sowieso zijn gegroeid als team samen. En we zijn kampioenen!